Dag Frank. Wij ontmoeten, elkaar net voor het eerst. Dat is best bijzonder. Ik kom jouw werk in ieder geval overal tegen. En ja, je bent toch een bekende naam in het Zeeuwse. Dat zeg je natuurlijk niet zo snel van jezelf, maar dat ben je gewoon. Ja. Maar kan je jezelf heel kort introduceren voor die enkeling die je niet kent? Ja, ik ben de laatste 10 jaar kunstenaar. Maak dit soort werken met allemaal oud materiaal dat ik op rommelmarkten tegenkom en waar ik leuk mee aan de slag kan gaan. Waar ik hele verhalen mee kan vertellen. En dat doe ik de laatste 10 jaar. Daarvoor ben ik manager geweest van 11 jaar lang van Bluff. Ik ben de manager geweest van onder andere Doe Maar, Het Goede Doel, et cetera, et cetera. Ja, dat vind ik echt buiten. Dat is ook echt sowieso. Zou ik nog graag eens een uurtje een biertje met je drinken om daar eens over te kletsen? Nou, dan moet je de 29e komen, want daar wordt daar over gepraat. Dan is er een diner? Dan zijn Diane de Graaf en Peter Slager, die komen mij een paar uur ondervragen. In de bibliotheek? In de bibliotheek beneden. En dan heb ik ook wat beelden bij en dat laat ik wat dingen zien. En, dus dan komt er veel meer duidelijkheid. Ja, maar dit is vrij groot, hè? Kijk, er zijn hier heel vaak exposities in de bibliotheek, maar ja. Nu ben jij echt artist in residence, zoals ze dat noemen. Mooi is dat, hè? Ja, dat klinkt heel chic. Maar wat betekent het precies? Want er is inderdaad wel gewoon een opstelling van jouw werk hier op het plein. Maar wat kunnen de mensen nog meer verwachten? Ja, kijk, er is op het plein hier, maar er is beneden ook. Als je de trap afloopt, beneden hangen er ook werken. Er hangen bovenwerken in het Zeeland paviljoen en in de stiltezaal aan de andere kant. Dus in totaal komen er een stuk of 50 werken, waarvan dit er maar één is. Oh, dit is één geheel, deze dus, hele breedte? Dit is maar één ding, ja. Maar kijk, de meeste zijn wat kleiner, zoals je hieronder ziet. Maar in totaal komen er zo'n 50 werken van mij te hangen. Dat is echt best wel veel, ja. En zijn die ook allemaal te koop? Of is het, Die zijn bijna allemaal te koop. Bijna allemaal, ja. Een paar zijn er geleend van mensen die ze al gekocht hebben. En een paar zijn er van mezelf, die geef ik niet weg. Dat is redelijk genoeg, toch? En nou is het ook zo, ik begreep dat zaterdagmiddag is de opening in de bibliotheek. Ja, ik heb normaal altijd nogal een hekel aan openingen, maar deze was niet te missen, want er komen dingen tot leven. Ik weet niet precies, dus ik moest er toch maar bij zijn, begreep ik. We hebben allemaal snode plannen en kijk, we moeten natuurlijk altijd kijken wat er van lukt. Maar we hebben snode plannen en dat er een van mijn kunstwerken, waar staat dat? Oh, dat staat hier bovenop. Deze moet als het ware tot leven gebracht worden. En als ik nou heel eerlijk ben, dan zie ik een soort liefdespel en dan een hele hoop puinhoop. Zijn dat de vrouwen die niet heeft... Ja, dat heet Another Second Chance. En nou, dan ben ik inderdaad wel benieuwd hoe dat tot leven gaat komen. Dat wordt gespeeld met 6 bruiden straks en dat gebeurt hier op de vloer. En dat komt er zijn allerlei muzikale dingen die er komen, dus het wordt een hele gezellige opening. Ja, en dan is er ook nog ergens een diner, dat is niet zaterdag, maar... Ja, dat is pas 9 december. Precies, dus, want deze expositie loopt uiteindelijk vanaf aanstaande zaterdag tot... Tot 14 december. En op 9 december is dan diner en dan is ook een veiling van... En gedeeltelijk ook voor de opbrengst van het Emotia Fonds. Oké. Okay. Van Bluff, wat we destijds zelf begonnen zijn. Ja, waar dat album ook bij hoort, toch? Is dat album ook bij hoort. Ja. Nou, het zijn allemaal heel interessante dingen. Zijn er nog andere zaken die we moeten weten? Of, men kan een rondleiding vragen als men dat wil. Ja. Maar dan moesten we bij de bibliotheek zijn. Ja, precies. Dat wil je. Hey Frank, ik vind het heel leuk om even kennis te maken. Ja. En ik zie je zaterdag dan sowieso weer. Graag gedaan. Dankjewel. Oké. Okay.